Wil jij Brabants gezelligheid zien op het eiland en flink wat actie? Stem dan op mij en dan zorg ik dat het er komt. Zo begon het allemaal. Eindhovenaar Elroy Lemmens maakte, net als duizenden andere Nederlanders, een filmpje om mee te doen aan het RTL-programma Expeditie Robinson. En nu fans niet meer kunnen stemmen, is de top 50 van kanshebbers bekend. En Elroy, die zit erbij. Ik wil dit ontzettend graag. Ik heb hier eigenlijk stiekem al een beetje van gedroomd. En nu ben ik nog steeds in de race om die droom werkelijkheid te laten worden. Elroy heeft het niet in zijn eentje gedaan. Een groep vrienden maakte de afgelopen weken flinke reclame voor hem, om maar zoveel mogelijk stemmen binnen te hengelen. En met resultaat. We hebben er echt alles aan gedaan de laatste twee weken. We hebben tot gisteren 5 uur voor de sluiting van de wedstrijd hebben we ook nog stemmen geregeld. Dus ja, ik ben echt super trots op heel het L. Robinson team en Elroy Lemmens. Team L. Robinson, zo noemt de vriendengroep zichzelf. Als verrassing bestikkerden ze de auto van Elroy in de sfeer van het survivalprogramma. Het was eigenlijk wel een verrassing. Ik had samen met een collega een ontwerp gemaakt. En Elroy uitgenodigd bij ons. En toen Elroy binnenkwam heb ik hem de tekening, het ontwerp laten zien. En ja, die vond het helemaal fantastisch. Ik moet zeggen, ik reed de hoek om met een bestikkerde auto. En een andere auto reed al bijna het kanaal in van wat is daar mee aan de hand. Dus ja, alleen maar leuke reacties. Mensen met duimen omhoog. En ontzettend leuk. Ook weer iets leuks. Binnenkort is de castingdag voor Expeditie Robinson. Elroy die gaat in ieder geval vol voor de winst. Zijn strategie, die moet hij nog bepalen. Maar één ding staat vast. Ik heb er meer dan zin in en ik ben er meer dan klaar voor. Dus laat maar komen die castingdagen.